We zijn nu ingelogd op onze Weebly-account en het is nu de bedoeling dat we de eerder, op, de eerder gevonden afbeeldingen gaan toevoegen hier als header image. We zien hier de tabbladen elementen, design, pagina's, editors en instellingen. We kunnen via het tabblad design hier de icons over de sociale media en ook het tekstvakje gaan verwijderen. We demonstreren dat even. Dus design, dan hebben we hier de rubriek design opties. En daar zie je de social media icons ontstaan. Dus we gaan die schuifregelaar verplaatsen naar off. En hetzelfde voor het veldje waar we eventueel een telefoonnummer kunnen uh, invoeren. Je ziet meteen dat deze dingen nu verdwenen zijn. We gaan nu de headerafbeelding die je hier ziet staan uh, vervangen door onze eigen headerafbeelding. Zodra je muisaanwijzer daarop brengt, ziet u een uh, oranje knop verschijnen, bewerken. We gaan die even aanklikken. En dan zie je dat het mogelijk is om de afbeelding te verwijderen. In het Engels, Remove Image. We klikken op die, dat kruisje. Er wordt natuurlijk om een bevestiging gevraagd. En we bevestigen, we wensen die header-afbeelding niet meer te gebruiken. We gaan nu onze eerder gedownloade afbeeldingen proberen toe te voegen hier. Add Image. Uh, we gaan natuurlijk het plaatje van onze computer proberen uh, te uploaden. We gaan daarvoor naar de goede map. En als ik het goed heb, ja, dan zat dat in de map openbare documenten. We gaan die headers uitproberen. Dat wordt. Uh, nu geüpload, zo. Die header die past niet helemaal, je kan het natuurlijk zo laten, maar dan heb ik aan de linker en de rechterkant heb ik dan een wit ruimte, en dat oogt niet zo mooi. Dus we gaan dat een klein beetje proberen te vergroten via die grepen, zodanig dat de afbeelding um, de volledige, het volledige witte vlak bedekt. Je ziet dat die afbeelding nu groter is dan uh, eigenlijk uh, gewenst. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, dus dat kan je gerust zo laten. Je kan hier ook nog effecten gaan toevoegen, draaien, enzovoort, enzovoort. We gaan bevestigen. En nu kunnen we via dat knopje Save bijvoorbeeld de afbeelding as a default header bewaren. Dat betekent dat op elke pagina van onze website deze afbeelding bovenaan te zien zal zijn. We gaan dat even doen. Zo, en nu wordt het uh, resultaat voorbereid. Uh, stel nu dat wij uh, niet tevreden zijn met deze afbeelding, dan kunnen we in principe uh, terugkeren naar uh, de oorspronkelijke afbeelding van het uh, schabloon. Ik klik op Bewerken en dan ziet u hier een mogelijkheid Revert to Original. We gaan dat nu even doen. Er wordt bevestiging gevraagd en dan krijg ik de originele. Header image terug die bij dat schabloon hoort. We gaan nog even experimenteren met de andere afbeelding. We kiezen weer voor bewerken. We wissen, we verwijderen de bestaande afbeelding, we bevestigen. We gaan een afbeelding toevoegen. De afbeelding strand die is veel te groot voor deze header, maar daar gaan we nu eventjes ons geen zorgen rond maken. We gaan dat gewoon schuiven zodanig dat het gewenste deel eigenlijk zichtbaar is. Misschien dan zonder. De beschrijving erbij. Zo, die afbeelding die is dus eigenlijk veel groter dan die ruimte die voorzien is voor die header, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. We gaan bevestigen als we default header gebruiken. En dan krijgen we het resultaat te zien. Voilà, dat is wat het is. En dit is dus de nieuwe header image die aan onze site is toegevoegd.